Gaan we het redden in één take? Dat is meer de vraag. Ja, hij loopt al. Ja, oké. Okay. Dus we kunnen niet meer aan. Laten we beginnen. Welkom bij onze allereerste video. In deze video blikken we even kort terug op de belangrijkste items van 2021. Ja, want de eerste video, ja, dat is wel even een momentje natuurlijk, want dit is niet de laatste video natuurlijk. Ja, goede voornemens denk ik voor dit jaar. Als we het volhouden. Als we het volhouden. Goede voornemens. Dat is nog wel eens de vraag. Maar het voornemen is in ieder geval om meer video's te maken. En gebruikers ook echt te laten zien wat we doen. Kijk je in de keuken. Ja. En ja, dit is een mooi januari momentje om ook even terug te blikken naar 2021. Want er zijn natuurlijk onwijs veel ontwikkelingen geweest. Ja, en dan vaak staan we daar niet bij stil. En zitten we in een soort sneltreinvaart. Bouwen we maar door en blikken we niet heel veel terug. En dat is, ik denk nu het juiste moment om eens even goed terug te blikken wat we hebben gedaan in 2021. Ja zeker, want uiteindelijk is het meer dan dat je denkt, hè, als je terugkijkt. Dan, we hebben net natuurlijk even een lijstje gemaakt van waar we nou 2021 aan gewerkt. Maar het is behoorlijk, hè? En je, inderdaad wat je zegt, je stampt maar door met ontwikkelingen. Het is wel gaaf om even terug te kijken waar we een jaar geleden waren. Ja, voor ons begint het avontuur natuurlijk veel langer terug. Maar is het elke keer weer, elk jaar weer, ja, zie je al die punten wat we hebben opgepakt. En alle feedback wat we hebben ontwikkeld tot weer een nieuw concept. Ja, dat is fantastisch. Nou, laten we eens even kijken. Want we hebben hier natuurlijk een mooi update logje ook in het systeem. Waar je natuurlijk ook kan zien hoe actief wij bezig zijn met alle updates. Nou ja, als je dan even teruggaat naar 2021, moet je kijken op een lijst. De highlights, Jasper. De highlights. Ja, ik denk dat vorig jaar hadden we nog niet eens een kennisbank. Nee. Iedereen moest ons echt persoonlijk benaderen om een antwoord te vinden. Ook in het weekend, waar we overduidelijk niet aanwezig waren. Dus daar hebben we aan gewerkt. We hebben een kennisbank gemaakt. Waar we echt de meest gestelde vragen tot op de dag van vandaag categoriseren en daar toepassen. En dat men echt zelfvoorzienend kan zijn in een platform. Zeker. En dit is eigenlijk nog maar het begin, hè, van de kennisbank. Want goed, daar komen we zo meteen nog even op. De kennisbank, daar komen video's in, ja, komend jaar. Ja. Zodat om het nog wat duidelijker en makkelijker te maken. Ja, en we willen die video's en die kennisbankartikelen echt op de pagina zelf, waar eigenlijk de vraag ontstaat, willen we hem kwijt. Hè? Dus zit je binnen instellingen, zit je, nou ik noem maar wat, hè, hier bij je primaire gegevens en je hebt een vraag, dan hebben we hier nu een i'tje. Nou ja, registratienummer, hè? Wanneer gebruik ik dat? Is dat verplicht? Ja, precies. Ja, en soms is het gewoon noodzaak dat we wat meer daarover willen vertellen. En dat kunnen we eventueel kwijt in een artikel of een video. En dat zou gewoon ontzettend tof zijn dat dat gewoon gelijk hier te vinden zou zijn. Dat je niet eerst weer naar de ondersteuning moet, eerst weer je vraag moet gaan typen. Maar dat echt direct in het formulier zou zitten. Ja. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Daar gaan we aan werken komend jaar. Maar niet alleen dat. Eerst even nog verder even globale highlights van vorig jaar, want we hebben natuurlijk ook aanbiedingen gemaakt. Ja, de aanbiedingen. Compleet nieuw. Ja. Dit is mijn testaccount overigens, dus het is allemaal verlopen. Het zijn, het is een lage omzet. Ik heb geen omzet. Aanbiedingen, of de passeerstrook natuurlijk, oh, hè? Ja. In een kalender, om makkelijker te kunnen schuiven, hè, tussen kamers. Ja. Bij een volle bezetting. Hopelijk komend jaar in ieder geval overal weer wat beter dan afgelopen jaar natuurlijk. Hopen dat de passeerstrook goed gebruikt gaat worden. Nou ja, dat is het. En we hebben in het begin dat we dit lanceerden, had iedereen eigenlijk zoiets van, wat gaan jullie nu doen? Waarom en hoe? Ja. Maar nu hij eenmaal in gebruik is, heeft iedereen eigenlijk zoiets van, dit is echt fijn. Dit is precies wat we nodig hadden als de kalender gewoon vol zit en ik wil net even wat gaan schuiven. Ja, maar ook echt wel op een technische achtergrond. Hè? Want er zijn er gewoon bepaalde situaties waarbij een boeking gewoon niet geplaatst kan worden, terwijl er wel beschikbaarheid is. Nou, dan is die passeerstrook echt gewoon eigenlijk essentieel. Ja, fantastisch. Nou, meerdere valuta. Want inmiddels, we zitten of
inmiddels al in 20 landen, of bijna in 20. Ja, niet alleen Europa zelfs. Dus we hebben een flinke lijst van valuta toegevoegd. Ja, en af en toe voegen we er weer eentje toe. Als we een verzoek krijgen, dan voegen we hem toe. Ja, volledig door het systeem verwerkt natuurlijk. Qua facturatie, rapportages, booking engine. Eigenlijk overal komt dat dan weer terug. Ja, overal. Out of order natuurlijk, hè? Want er zijn gewoon veel meer rapportages zijn er in het systeem gekomen. Die behoorlijk uitgebreid. En ja, daar is out of order is daar ook wel een belangrijk onderdeel van. Want je wil natuurlijk ook voor een juiste berekening van bezettingsgraad onder andere, wil je natuurlijk wel dat je out of orders meegenomen worden. En dat niet gewoon een lege boeking was. Want dat was het voorheen natuurlijk. Ja, ja. We hebben echt goed lopen zoeken naar van waar maken we nou zo'n out of order aan. Ja, en toen kwamen we eigenlijk bij prijsprofiel uit. Ja. Je volgt altijd hetzelfde proces. Dit proces, dat doe je eindeloos. En daarom hebben we hem ook hier neergezet. Hè? Dus gewoon buiten bedrijf stellen waarom ik dat doe. Nou, vanwege BAMI. En daar stond er nog eentje boven, hè? Ja. Op het moment dat je vrienden of familie ontvangt waar je geen factuur voor wil aanmaken. Maar je wil wel gewoon een boeking. Ja, dan maak je hem gewoon zonder factuur aan. Ja. Toevoegen. Ja, dit is het perfect. Super. Oké. Tegoedbonnen. Tegoedbonnen. Volledig nieuw. Mooi pdfje ook erbij voor de tegoedbonnen, met een gepersonaliseerd bericht. Ja, nee, je hebt het nu over, even kijken, inderdaad, want dit is een kortingscode. Ja, je hebt kortingscodes en tegoedbonnen. Ja. Kortingscodes vooral voor marketingdoeleinden, om te verspreiden. Hè? En die kunnen ook vaker toegepast worden als je dat wil. Ja. En tegoedbonnen zijn echt persoonlijk. Ja, en dat zie je ook. Hè? Want hier heb ik dus inderdaad een Facebook-actie gemaakt. Nou, die code die kun je delen. En dan kan je zien hoe vaak die gebruikt is. En, goed, fantastisch. En een tegoedbon voor de familie, ik weet het niet. En dan een vast bedrag van 400. Geldig tot en met. Bedankt voor de bloemen. Ja, zoiets. Even kijken. Bedankt voor de bloemen. Toevoegen. Ja, en dan heb je hier natuurlijk dat pdfje. Dat is echt fantastisch. Hier. Hoppa. QR-code erbij. Ja, ideaal. Oké, volgende. Wat hadden we nog meer? iCall. Sowieso, de koppelingpagina is natuurlijk volledig vernieuwd. We hebben alle koppelingen die er waren. Maar goed, dat is eigenlijk volgens mij nog in dit jaar. Nee. Eind voor de kerstvakantie hebben we dat gelanceerd. Ja, veel overzichtelijker. Hè? Alle OTA's, maar ook de betaalproviders. Sowieso ook twee nieuwe koppelingen. Veratel en Hello Cash voor de Oostenrijkse markt. Ja, heel veel gevraagd. Ja, zeker. Ja, soms ook gewoon verplicht, hè. Dus dat sowieso Veratel is volgens mij voor alle Oostenrijkse accommodatie verplicht. Hello Cash niet. Nou, Veratel is met toeristenbelasting. Ja, daar regelen deze. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar sowieso ook veel meer iCall-koppelingen. Want als we echt een jaar terugkijken, dan was het nog niet de helft van wat hier allemaal staat. Nee, ik meen me te herinneren dat we begin vorig jaar al een stuk of 3, 4. Zoiets. Ja, dat denk ik wel. Zoiets? Ja. Ja, dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar die techniek hebben ontwikkeld. En dat is allemaal gestandardiseerd. Dus we wisten precies van oké, nou ja, goed, als er nu een nieuwe koppeling bij komt, dan kunnen we hem heel makkelijk integreren. Nou, dat is... Dus dat. En meertaligheid. Meertaligheid. Ja, dat hoef ik niet echt te laten zien, denk ik. Ja, dat is... Wel een gouden functie. Gewoon vooral omdat het door het hele systeem goed verwerkt is. En je echt overal zelf bepaalt welke talen wil je automatiseren zelfs. En welke wil je handmatig invoeren. Oh ja, oké. Ik even kijken hoor. Ja, waar zit dat? Ik heb het allemaal ontwikkeld. Maar ik weet het niet. Die. Ja? Ja. Ja. Ideaal. Terugvaltaal. Maar die terugvaltaal is gewoon misschien ook wel de aanleiding deels dat we dit hebben gebouwd. Ja, onder andere. En ja, voor Nederlandse accommodaties misschien nog niet heel erg noodzakelijk. Maar als je kijkt naar accommodaties die zich in, ik noem maar wat, Oostenrijk bevinden. Die willen niet terugvallen standaard op Nederlands. Die willen terugvallen op Duits. Ja.
als taal niet bestaat. Maar goed, er zijn er ook accommodaties uit, ik noem maar iets, uit Spanje, maar die zijn volledig op Nederlands gefocust. Ja, die willen dan wel Nederlands of Engels, niet Spaans, maar Engels bijvoorbeeld als terugvaltaal. Ja. Dus dat kan allemaal. Oké, dan maak een bruggetje naar de recente wijzigingen, denk ik, hè? Strikt erom nieuwjaar. Inderdaad. Januari. Nou, de koppeling hebben we inderdaad extern gecentraliseerd. Custom code. Je zou het alweer bijna vergeten zijn, hè? Ja. Heeft een hele grote impact gehad. Dit absoluut. En voor ons technisch hebben we dit denk ik in een dagje gebouwd. Nee, dat was... Het stelde niet veel voor, maar het is zo'n toegevoegde waarde. Ja, ja, dit stelt iedereen in staat om gewoon zelf een custom stukje script in te stellen. Al is het van Google AdWords, Google Analytics. Maar bevalt iets niet in de booking engine. Wil je dat kleurtje net iets aangepast hebben? Wil je het groter hebben? Wil je een ander lettertype? Ja, prima. Stop het erin. Ja, kan allemaal. Ja, en het heeft wel technische kennis nodig. Maar daardoor hebben we die brug ook geslagen. Hè? Dat we precies weten van oké, mensen die dit doen, weten er in ieder geval wel iets vanaf hoe ze dat moeten doen. Zeker, het zijn vaak toch de marketeers, hè, die conversietracking willen inschakelen en willen monitoren wat er allemaal gebeurt in een booking engine. Ja. Dan is het een kwestie van kopiëren, plakken en dan kun je ook nog variabelen gebruiken ook nog. Ja, dit is fantastisch. Ja, oké. Volgende. Ja, heel recent. Groot boek, rekeningnummers. Ja. Voor de kleinere accommodaties kan ik me voorstellen dat het niet heel interessant is. Het is vooral voor de conversie naar je boekhoudsysteem is dit top. Ja. We hebben nu een nieuw rapport. Ook nog in deze maand, hè? Kasboek, gaan we zo nog even laten zien. Ja, daarvoor waren eerst grootboekrekeningen nodig. Daarvoor was dit inderdaad, ter voorbereiding. Ja, die worden er eigenlijk gewoon alle omzetten worden gesplitst, zelfs per kamer. In het kasboek krijg je een compleet rapport daarvan. En die laat je in je administratie. Ik zal eens even... Of dat nou een snel staat of een exact. Of nou ja, noem ze maar op. Ja, wel naar de goede. Ja, dit is hem. Ja, dat is hem. Dan kan ik hem downloaden. Maar dat ga ik nu niet doen. Er staat allemaal demo data in. Ja. Oké. Wat hebben we deze maand nog meer gedaan? Nou ja, sowieso wat rapportages is een beetje veranderd, hè? Nieuwe stijl. Oh ja, ik heb hier het menuutje weggehaald bij boekingen. Ja. Normaal hadden we hier zo'n uitklapmenu als bij administratie. Bij boekingen is dat weggehaald. Lijstweergave. Ja, lijstweergave stond daarbij. En dat heb ik nu hier gezet onder rapportages. Zo, even kijken. Heb ik hem nou neergezet? Hier. Hier heb je de lijstweergave. Die kan je in allerlei formaten. En dan kan je alleen van een geselecteerde periode kan je die boekingen dan exporteren. Maar je kan ze dus ook alle toekomstige boekingen kan je exporteren. Ja. Ja, ook dat menuutje, hè, daar stond ook een zoekfunctie in. Dat is wel iets langer alweer geleden. Die hebben we natuurlijk ook weggehaald, hè, bij boekingen. Oh ja, dan kon je boekingnummers zoeken. Maar voor de mensen die dat niet weten, probeer eens Ctrl-F. Want je komt meteen al in het zoeksysteem uit. Ja, voor jou geldt dat niet, want dat hebben we voor jouw account uitgezet. Want jij werd daar gek van. Maar leuk, want daar kun je ook bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van een reserveringsnummer in zoeken. In typen. En dan kom je meteen al bij die reservering uit, hè. Ja. Ja, we hebben het juist bewust heel slim gemaakt dat je weinig handelingen hebt. Dus je klikt hierboven op dat vergrootglas. Dat vergrootglas. En door. En door. Ik heb geen boekingsnummer nu zo bij de hand. Maar die kan je hierin typen. Zo vergeet je al heel snel weer dingen. Hè? Want afgelopen jaar, debiteuren is echt uitgebreider. Hè? Ja, dat waren. Want je ziet nu alle boekingen en alle facturen. Ja. Met een mooi dashboardje. Ja. Klik je een debiteur aan, dan zie je gewoon een lijstje met wat er allemaal aan die debiteur gekoppeld is. Ja, ik weet niet of ik dit. Het is allemaal testdata. Een goede gast dit. Dit is een hele goede. In jouw testaccount. Ja. Dus ja, dat hoort eigenlijk nog even in het plaatje van 2021. Maar goed, dan gaan we even verder naar wat er in januari nog meer allemaal aangepast is. Deursloten.
Ja, we hebben een API-koppeling gemaakt, zodat mensen die elektronische deursloten hebben, dat ze die gewoon kunnen koppelen met onze software. Een unieke code daarin kunnen zetten. En zodra de gast verlaat, is de code verlopen. Ja, of als de gast arriveert, dat ze netjes in een e-mailschabloon die code gemaild krijgen bij aankomst. Ja, dat sluit gelijk aan, hè? Want met de extra variabelen in de e-mailschablonen. Ja, een hele waslijst van extra nieuwe gegevens uit boekingen. Ja, het is altijd iets lastig om die variabelen in zo'n mailtje te krijgen. Dat heeft met heel veel rechten te maken achter de schermen. Vandaar dat we daar ook wel even, hoe zou ik dat zeggen, wat naar achterhel hadden geschoven afgelopen jaar om echt even goed te inventariseren welke variabelen we moeten hebben. Want daar moeten we niet te veel aankomen, want dat is echt een heel cruciaal onderdeel binnen mijn toerist. Sorteren kamers, hè? Ja. Het lijkt zo'n kleine wijziging. Maar deze heeft wel impact, hè? Ja, we hebben het hier. Ja, begin vorig jaar hebben we dit laten sorteren. En dat werkte prima. Maar wat je uiteindelijk kreeg is dat er toch ook echt de behoefte ontstond om hier bij individuele kamers ook een sortering te maken. Ja, dit is dus zeer recent geweest. Dat je hier ook gewoon kan schuiven met de kamers en sortering kan opslaan. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar even over de highlights. Hè? Ja, we hebben januari nu natuurlijk wel redelijk al doorgenomen, maar vorig jaar ook de booking engine. Daar hebben we ook aardig wat uitbreidingen en ontwikkelingen gedaan. Hè? Ja, het automatisch sorteren naar beschikbaarheid. Ja, bijvoorbeeld. Ja, kamers die niet beschikbaar zijn. Naar onder, het verbergen van prijsprofielen. Prijsprofielen die niet van toepassing zijn, hebben we ook allemaal toegepast. Ja, een mooi jaar denk ik. Ook sowieso hè, qua groei. We hebben ontzettend veel nieuwe gebruikers mogen ontvangen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ook veel via hè? En ook wel steeds meer organisch via internet. Maar vooral ook klanten die ons mond-op-mond reclame. Ja. En dat doet ons goed. Zeker. Dat je ziet dat het gewaardeerd wordt. Zeker. En dat geeft weer de gelegenheid natuurlijk ook weer om daarop weer verder door te ontwikkelen natuurlijk. Hè? Het vergroot alleen maar de ruimte. Om weer meer toffe dingen in MyTours te bouwen. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het motiveert mij. Ja, tuurlijk. En dat is ja. Als je een kortingscode module bouwt en je ziet een dag later dat er in één keer 200-300 kortingscodes aangemaakt zijn. Ja. Dat is gewoon kicken. Ja. Ja, ja, ik blijf erbij. Dat motiveert mij heel erg. Dat is als je 's morgens even door het ticketsysteem heen scrolt als er een nieuwe update live staat. En je ziet al die complimenten, dat motiveert. Ja. En soms ook goede feedback, kritische feedback, kritische klanten, maar dat hoort erbij. En dat houdt ons scherp en dat is ook wel heel erg goed. Ja, maar ik vind kritisch in die zin ook niet erg, hè? Want heel veel mensen zien dat als een stukje negativiteit. Maar ik bedoel, ik ben van mening dat wij bij hoogkritische issues er direct bovenop springen en het direct oplossen. Ja, ik bedoel, een foutje sluipt erin. We hebben met zoveel zaken rekening te houden. Ja. En we testen ook echt ontzettend goed. En dat is niet van, ik ben klaar, ik zet hem live. Absoluut niet. Daar gaan dagen overheen en soms weken om iets echt uitvoerig te testen. En dan staat het live. En dan zeggen we tegen elkaar, perfect update. We hebben echt goed getest dit keer. En dan 2 weken later krijg je er toch nog een dingetje uit. Ja. Dat is ook gewoon hoe ontwikkeling werkt. En dat is dan anticiperen op wat er gebeurt, op de feedback die je krijgt. Nou ja, kijk, je hebt op dat moment heb je 2 keuzes. Je kan het direct fixen, of je kan het laten leggen en gaan plannen. En die 2 keuzes, dat is altijd een gevolg van de impact die het heeft. Ja, zeker. Want je bent alweer bezig natuurlijk met andere ontwikkelingen en dan moet je het laten vallen in sommige gevallen. Ja, dat hoort erbij. En het leuke daarvan is wel dat je het echt met de klant samen doet. Je bent met elkaar ben je het product continu aan het verbeteren en aan het uitbreiden. Ja. Mooi aan het maken. Ja. Maar ja, dat is ook, hè. Ik bedoel, we hebben daadwerkelijk echt functies gestampt de afgelopen jaren. We hebben enorm aan hoeveelheid functies en mogelijkheden. Zeggen we wel eens tegen elkaar, dan zullen we er toch wel eens een keer bijna zijn, hè.
En dan komt er toch weer een super goede feedback uit. Dat je denkt, ah shit, ja, dat moeten we ook nog maken. Dat zou echt tof zijn. Dat je eindschoonmaakkosten niet in rekening brengt als de periode langer is dan zoveel nachten. Ja. Ik noem maar wat. Ja, die hoorde ik van de week al langs komen. Klopt, ja. Ja. Dat je denkt, die moet erin. Zeker, ja. Dus het is nooit af. We zullen nooit klaar zijn. Alleen, het is ook weer de afweging. Kijk, onze focus is natuurlijk het toch wat kleinere segment. Hè? De hotels tot 30 kamers, heel veel B&B's, vakantiehuizen. Je wil het simpel houden. Ja. En dat is natuurlijk ook een uitdaging. Ja, daar ligt gewoon ontzettend veel de aandacht. Ja. En soms is het daarin ook zoeken, hè? Wat is de meest logische route om een bepaalde instelling te plaatsen? Ja, nou ja, en gezien de hoeveelheid klanten wat we hebben, en iedere klant heeft het net iets anders. Ja. En je moet de software dus op zoveel wegen, moet je het geschikt maken. En dat maakt het soms, en het maakt het zo complex dat ik daar heel erg altijd voor probeer te waken. Het moet eenvoudig blijven, maar het is geen eenvoudig stukje software. Er kan zo ontzettend veel. En dan, als je dan tijdens het ontwikkelen, dan zit je echt tenen krommend van, oh, hoe ga ik dat nou zo simpel maken? Want het liefst als programmeur wil je 30 knoppen maken, want dat is lekker simpel. Maar de klant snapt er niks meer van. Ja. Ja. En zie dat maar eens plat te slaan in 2, max 3 knoppen. Ja. Dat is echt ontzettend lastig. Dat is elke keer, maar dat is ook de uitdaging. Hè? En ook wel, voorzichtig gesproken, doen wij het daar gewoon op dat gebied goed. En denk ik dat ons product ook wel op een bepaalde manier in de markt zet. Ja. Ja, maar ja, dat is natuurlijk de visie geweest van MyTourist. Ja. Toen ik het jaren geleden begon, was dat al van oké, er moet een stuk makkelijkere software komen. Er waren alleen maar grote partijen, A, heel duur. En B, je had er een wekelijkse cursus voor nodig om bij te blijven en om überhaupt de software te gaan snappen. Ja. En dat hebben we denk ik de afgelopen jaren echt goed plat stand. Ja, zeker. En nu? Want dit was even een korte... Ja, nu ga ik op vakantie. Updateje van januari. Ja, vakantie. Nee, we gaan gewoon door. Oké. Okay. Er staat dan weer een update op het randje klaar om uit te rollen. Ja. Ja, wat zullen we daar eens van zeggen? Het is een platformpje dat we aan het koppelen zijn. Daar zijn we denk ik nu zo'n 2 jaar. Voorzichtig gezegd, ja. hebben we dat op de plannen staan, zijn we mee bezig. Ja, en nu komt hij er. Eindelijk. Ja. Ik denk dat heel veel klanten daarop staan te springen. Wacht even hoor, even trommelen. Bed and Breakfast. Zeker. EU.nl. We hadden hem natuurlijk al een klein beetje in de nieuwe koppelingpagina al afgedeeld. Stond hij net bovenaan, ja? Nee, het stond niet bovenaan, maar het stond binnenkort beschikbaar. Binnenkort beschikbaar. En toen wij dit hier plaatsten, nou, onze mailbox overstroomde, hoor. Ja. zat er nog eentje, kom ik zo nog even op. En we hebben ook vanwege het punt dat er ontzettend veel vraag naar is, hebben we hem ook gewoon even nog uitgelicht in, ik dacht, laatst in de laatste update volgens mij. Ja, hebben we even kort omschreven. Van ja, nou zit hij er toch echt wel aan te komen. Ik denk een kwestie van, ik mag nooit datums noemen. Nee, we hebben interne policy dat we dat niet zeggen. Geen datums meer noemen. En een kwestie van binnen nu en binnenkort. Heel snel. Heel snel, echt heel snel. Ja, echt heel snel. Absoluut. We zijn aan het testen en dat zit al in zo'n ver gevorderd stadium dat het echt wel binnenkort live komt. Maar we moeten er echt 100% zeker van zijn. Omdat we weten dat jullie dat echt... Ja, iedereen wil hem. Dus we moeten daar wel zeker van zijn. Want dat goed werkt. En dat er geen kleine kinderziektes in zitten. Want de impact is dan in één keer gelijk huge. Ja, ja.
Kijk, het grote punt waarom dat de koppeling zo lang op zich liet wachten, heeft natuurlijk vooral te maken met dat alle auto's eigenlijk allemaal dezelfde techniek ondersteunen. Waardoor de koppeling generiek was. Hè? Ja. En Bed & Breakfast kon dat niet. Ja, ze doen dat wel. Hè? Maar net even op een andere manier dan de rest. En ja, daarvoor moest er gewoon een één-op-één een andere koppeling aangebracht worden. Ja, en dat gaat dan gelijk, plangewijs wordt het dan een stuk lastiger, omdat je heel veel dingen op de roadmap hebt staan. Ja. Ja, en dan moet je goed bijhouden van hoeveel mensen willen nou daadwerkelijk die koppeling hebben. En op het moment dat inderdaad voldoende is, dan kan je het gaan overwegen om die koppeling te gaan maken. Ja. Nou ja, voordat de communicatie is opgestart, voordat het proces is opgestart, voordat het gepland is, ja, dan ben je toch echt maanden verder. Maar, hij komt bijna. Heel snel. Ja. En Smart Hotel. Ja, Smart Hotel. Een Nederlandse channel manager. Onder het mom vindt het wiel niet nogmaals uit. Denk ik dat een hele leuke koppeling is voor de, ja, de het grotere segment klanten in onze klantenkring. Ja. En dan heb ik het over het algemeen, denk ik, over hotels die meer dan 10 kamers hebben. Ja. 20 kamers. Hoeft niet altijd, hè. Zijn ook, ik weet dat er interesse is bijvoorbeeld bij kleinschalige B&B's. Ja, wil je echt meer OTA-koppelingen, real-time, met alle NAW-gegevens en een synchronisatie van prijzen? Ja, dan is Smart Hotel een serieuze aanrader. Ja, maar die laat zeker nog wel even op zich wachten. Dat komt ook binnenkort, maar eerst Bed & Breakfast, ja, live. Ja, ja, Smart Hotel wordt aan gewerkt. Zitten we bijna in de testfase, kunnen we eigenlijk zeggen. Het is, het zal zeker niet een kwestie van een paar weken zijn. Dat kan ik wel benoemen, maar het zit er gewoon aan te komen. En, binnenkort. Binnenkort beschikbaar. In de volgende update zullen we daar ongetwijfeld nog wel... Want ja, deze video gaan we vaker herhalen, dus dan komt dit zeker nog even aan bod. Ja, we proberen deze video natuurlijk gewoon maandelijks te maken. Ja. Dit is de eerste, dus we zullen zien hoe de... We zijn ook vooral benieuwd wat jullie daarvan vinden, hè? Want deel gerust wat jullie eventueel willen zien. Wat jullie van dit soort video's vinden. Vinden we leuk. Ja, ja. Nou ja, zo kunnen we deze video's misschien verbeteren. Ja. Moet het korter, moet het langer? Moeten we prominenter in de camera kijken? Moet het live? Ja, nou ja. maar live kan ik niet meer knippen. Ja, nou, ja, maar dat doen we ook niet. Nee, ja, maar nou is het ook één take. Ja. Ja. Nee, we hebben vooraf gezegd, ja, ik zag dat jij hem al op opnemen had gedrukt voordat wij begonnen. Maar we hebben al gezegd vooraf, nee, we doen het in één take. We gaan het lekker spontaan, lekker luchtig. En dan dat is het leukste. Ja, nou, oké. Okay. Even een paar dingetjes nog, even kijken. Booking Engine. Ja, dat is eigenlijk een beetje een komende tijd, hè. Dus we gaan even vooruitblikkend op wat we komend jaar allemaal willen gaan oppakken. Ik denk dat we die heel kort kunnen houden. We verzamelen momenteel heel veel feedback over de Booking Engine. We weten hij kan beter. En we zijn die feedback nu aan het verwerken. En als we daar echt, echt concreet een goede update voor klaar hebben staan of een concept. Dan brengen we daar een hele mooie nieuwe versie voor uit. We hebben echt de gekke ideeën hoe we dat nog makkelijker kunnen maken. En strakker. En waarbij onze klanten... veel meer invloed kunnen uitoefenen op de Booking Engine. Ja, waar vooral in de schoenen plaatsen van de gast, hè? Ja. Dat de gast duidelijker... Hè? We zien gewoon veel vaker dat vakantiehuizen bijvoorbeeld vaste aankomstdagen hebben. Ja. Dat werkt prima, maar in de ogen van de gast kan het duidelijker op welke dagen je specifiek kan aankomen. Dat soort details. Ja, we hebben nu in de Booking Engine een regel dat je erboven kan... zelf een eigen invoer kan bepalen. Ik zal hem even erbij pakken in het kort, mocht je hem nog niet gezien hebben. Ja, inderdaad, ook weer natuurlijk in meerdere talen. Ja, dan kan je in ieder geval even aangeven, joh, we zijn boekbaar van maandag tot vrijdag, of van vrijdag tot vrijdag, of noem wat. Eigenlijk een beetje een tussenoplossing, omdat we weten dat daar een vraagstuk is ontstaan. Ja. Vaak ontstaat dat natuurlijk op een gegeven moment. Gaan wij op anticiperen. Komt een enorme update uit. Omdat die zo groot is, duurt dat gewoon een tijdje om dat te ontwikkelen. Ja, dan is dit in ieder geval een hele mooie tussenoplossing. Om in ieder geval wat te kunnen delen met je gast. Ja, precies. Wat wel en niet mogelijk is. Ja.
Ja, laatste onderdeeltje is eigenlijk denk ik even het vooruitlopend waar we deze video nu voor maken. En dat is een stukje kennisdeling. We hadden net natuurlijk al even toegelicht dat we in de kennisbank veel meer video's willen gaan plaatsen komend jaar. We willen betrokkenheid. Met dit soort video's, tussendoor misschien nog wat andere dingen. Ja, er zit ontzettend veel in de pijpleiding voor komend jaar. Willen naar klanten toe, om daar content te maken. Inderdaad. Maar wat ik net zei, toen we aan het lunchen waren, wat lekkere tosti aan het eten waren, daar ging het eigenlijk ook al over van ja, weet je, we zijn nu vragen door middel van tickets aan het beantwoorden, die we serieus vaak op een dag dezelfde antwoord moeten geven. En ik denk dat daar een hele mooie plek is, dat we ergens een community of een kennisdeling platform maken waarin video's staan, waar je met andere mensen kan overleggen, waarbij de vraag eigenlijk al beantwoord wordt, waardoor je niet continu een losse ticket moet aanmaken, ja. dat je sneller het antwoord vindt. Ik denk een hele stapel van ideeën. Ja. En niet alle ideeën die we hebben, kunnen we zomaar realiseren in een korte tijd, maar we gaan gewoon stap voor stap. Op dat vlak zeker ook doorontwikkelen. Ja, en verder een gigantische lijst van vooral wat kleine aandachtspuntjes, kleine verbeteringetjes. Wie weet wat er allemaal verder nog aan gaat komen. Ja. In ieder geval is Bed & Breakfast, Smart Hotel, Booking Engine. Dat zijn voor nu even de highlights op de roadmap. Ja. En daarnaast pakken we ook gewoon nog allerlei andere dingen op. Ja, nou ja, de feedback van klanten, hè, met toffe ideeën, overwegen we natuurlijk altijd mee om mee te nemen. Ja, absoluut. Oké, nou. Dat was het denk ik voor de januari video. Voor onze eerste video. Is dit hem wel, denk ik. De kop is eraf. De kop is eraf. Dan zeggen wij nu tot de volgende. Ja, tot ziens. Hoi.